ben Hans Robrechts en in deze video gaan we samen een leeuwin spuiten. Dit op basis van een foto. We gaan, zoals in onze vorige workshops, verder onze techniek proberen uit te bouwen. We gaan een zachte opbouw doen, rekening houdende nu met de inval van het lichtweed. We gaan proberen om bij onze lijnen en ons kleurenverloop onze start en stop te verbeteren. Ook ons kleurenverloop meer egaal te maken. We gaan ook proberen, als we een tekening hebben die weet de lijntjes zijn, dat we binnen de lijntjes meer en meer gaan beginnen schilderen. En onze houding van het pistool, zijn we loodrecht op ons blad ja of nee, blijft zeer belangrijk. We starten eerst met de analyse van onze foto. Van waar komt het licht? Hoe moet ik deze schilderen? Het makkelijkst is een app te gebruiken waar dat je een foto kan omvormen naar een zwart-wit tekening of naar een zwart-wit kleur. Als je deze omzet en dan ga je spelen met de lichtwaarde en je gaat die overbelichten, te veel licht geven, dan ga je zien de delen die het langst donker blijven, daar moeten we beginnen. Dus we gaan spuiten als we in één kleur spuiten van donker naar licht. Zo is het ook belangrijk dat je ziet van waar het meeste licht is. Het meeste licht is hier in het midden van de kop van onze leeuwin. We gaan de kop van de leeuwin dan ook overtekenen en dan bekomen we een schets. Het is wel belangrijk dat je weet welke lijn voor wat is. Dus als je een schets maakt, of je maakt een doordruk van een tekening, of je kalkeert deze, hou er dan rekening mee dat je nog weet, was dit voor een donkere lijn of voor een lichte lijn dat ik het streepje gezet heb. We gaan onze airbrush nemen en we starten eraan. Veel succes en we gaan er samen even doorheen. Bovenaan in je scherm zie je steeds de twee referentiebeelden van de leeuwin, zodat je telkens kan kijken ten opzichte van de werkelijkheid wat we aan het doen zijn. We starten met onze verre afstand, stap 3 die we geleerd hebben bij de kleurenverlopen spuiten en we gaan eigenlijk de nek aanzet doen die een donkere plek is en die dat we eveneens zien op onze referentiefoto. Daarna gaan we aan het oor spuiten. We gaan heel licht opbouwen. Telkens start, stop, start, stop. Als je met je pistool terugkeert om een tweede lijn te zetten, dan blijft niet de verf aan, maar steeds gaat verf aan, verf uit. Tussen ons pistool en het werkblad hebben we nu een breedte van 2 vingers afstand. Als je goed kijkt, zie je stiltjes de kleur komen. Het is belangrijk van licht op te bouwen. Dan hebben we later in de toekomst, als je deze techniek beheerst, snellere mogelijkheid om fouten weg te werken. Als volgende stap starten we met de uitwerking van het oog. We gaan eerst de pupil doen en we zijn nu op een afstand van een dikke halve vinger. Weet, je verf is verdund met 5 druppels water en 1 druppel zwart. Dat wil zeggen dat het niet direct een zwarte pupil is. Je gaat verschillende keren over moeten gaan. En als je goed naar mijn wijsvinger kijkt die op de trekker is, die gaat dikwijls heen en weer gaan. Er is een kleine beweging van mijn wijsvinger, want ik geef heel weinig verf. Als je kortbij bent, geef je weinig verf. Ben je veraf, heb je meer verf nodig. Mocht je dus nu als fout een aantal spatten hebben of spinnenkoppen of heel dikke lijnen, dan is het belangrijk om minder verf te geven of je trekker minder achteruit te halen. Altijd wel je lucht volledig ingedrukt houden. Ga je van rechts naar links, dan moet je eveneens telkens, als je van richting verandert, om terug te keren naar hetzelfde onderwerp, stoppen met verf geven, verder denken dan de lijn en terug verf aanzetten. Je ziet het opbouwen doen we laag voor laag. Niet direct alles pikzwart maken, want dat gaat toch niet lukken gezien de verdunning van je verf. Meerdere keren erover gaan om de kleuren stilaan op te bouwen. Deze techniek moet je proberen te leren,
Want deze is interessant naar de toekomst toe. Deze gaat je veel mogelijkheden geven om een veel fotorealistischer resultaat te bereiken later in de keuzes. We gaan nu eveneens in de mondpartij werken. Als je ziet, binnenin in de mond is het donkerder. Logisch, want het licht gaat niet in de mond komen, tenzij dat de spot van onderaan zou staan. Maar in dit geval staat de spot op de zijkant, dus we gaan deze ook verdonkeren. Op dezelfde manier als bij het oog. De binnenzijde van de kaak gaan we ook uitwerken. Kijk wel goed naar de referentiefoto, want dan ga je zien dat aan de rechteronderzijde deze kleur lichter zwart is. Dus die is grijs. Op de kleurenfoto zie je het ook, maar op de zwart-witfoto is het duidelijker. In je inkleuring moet je daar rekening mee houden. Probeer niet in de tong te spuiten, want de tong is licht in de zwart-wit tekening van onze referentie. Dus we gaan aan de rechterkant van onze potloodtekening werken. We gaan stiltjes inkleuren. Weet, als je zacht kan spuiten, mag je heel het vlak in één kleur eerst spuiten en daarna gaan we aan de bovenzijde, zoals bij een degradé, verschillende keren erover spuiten om zo het verschil te krijgen tussen boven donker en onderaan licht. Welke afstand gebruiken we hier ten opzichte van ons blad? We zitten hier tussen de 1 en de 2 vingers dat we van onze pagina zijn. Proberen de tanden te vermijden en we proberen ook de achtergrond dus hier te vermijden dat we alles in de kaak of in de binnenzijde van de kaak spuiten. Bovenaan zijn we nu al goed zwart, dan gaan we lichtjes onderaan verder verdonkeren zodat dat daar grijs wordt. Nu starten we met een tandvlees. Het tandvlees van een leeuwin hier is zwart. We gaan proberen opnieuw binnen onze lijnen in te kleuren en we gaan de buitenzijde iets donkerder maken als de binnenzijde, zodanig dat we een ronding of een rond gevoel krijgen bij ons tandvlees. Kijk goed naar de referentiefoto opnieuw. Je kan soms je keuze maken bij de zwart-wit foto en soms de keuze maken bij de kleurenfoto om het best te zien. Concentreer je op de omlijning. We zijn opnieuw kort bij onze pagina. Als je het gevoel hebt dat het niet meer lukt om een fijne, scherpe lijn te spuiten, moet je eens naar je naaldpunt kijken. Is dit zwart, dan is het aangeladen met aangedroogde verf. En neem dan een natte kwast om dit puntje opnieuw helder te krijgen. Daarna spuit je even het water weg dat op het puntje is en je kan terug verder gaan en je kan terug een fijne lijn doen. Voor fijne lijnen, niet te hard trekken, want anders heb je te veel verf. Ik ga het filmpje nu aan 1,5 keer de snelheid doen. Weet wel dat ik zelf ook mijn tijd nodig heb om zoiets te spuiten. Dus maak je geen zorgen, je kan het niet op dezelfde snelheid als dat hier weergegeven wordt. Snelheid is ook niet belangrijk. Kortbij zijn vraagt dat je je zwaar concentreert en dat je niet te veel verf geeft. Dus neem gerust je tijd. Weet dat deze oefening normaal gezien 3 uur duurt voor een beginneling om deze tekening gespoten te krijgen. Je ziet opnieuw zeer duidelijk dat de zwarte kleur opgebouwd wordt door heel veel verschillende lagen te spuiten. We gaan nu onze vacht verder op kleur zetten. We zijn nu op 4 vingers afstand, of de tweede afstand van onze degradé. En we gaan lichtjes heel de vacht op kleur zetten. We gaan onderaan aan het kaaksbeen de kleur bijzetten. We gaan opnieuw de nekpartij verdonkeren. Telkens op dezelfde afstand. Je ziet, ik doe geen lijn van boven naar beneden of van beneden naar boven, maar ik doe eigenlijk allemaal diagonale lijnen. We gaan geen vacht echt haartjes trekken,
maar we gaan toch de suggestiereeks doen van hoe de haren lopen. De volgende stap is dat we de onderkaak of verder gaan uitwerken met het tandvlees dat zich bevindt boven de kleine tandjes. Dit is donkerder, want het vel dat er overhangt gaat schaduw geven op deze partij. We gaan aan de neus starten. De neus beginnen we met het neusgat. In het neusgat schijnt geen licht, dus dat is donker. Steeds van kortbij, we zitten nu ongeveer op een dikke halve vinger afstand te werken. Een neus van een katachtige hangt niet vast aan de zijkant, dus we trekken deze streep door. Het is zoals bij sommige honden, of de meeste honden toch, waar dat je hebt dat de neusvleugeltjes eigenlijk een beetje loshangen of dat er een streepje is bovenaan links aan de neus. De linkerzijde van de neus en de rechterzijde van de neus, daar is een verschil op. De rechterzijde van de neus is steeds aan het draaien naar de achtergrond, dus het zal de rechterzijde van de neus zijn die we donkerder gaan moeten spuiten of meer lagen gaan moeten geven als de linkerzijde. We bouwen stiltjes op vanuit het donker naar het licht, dus ik begin met mijn accenten daarmee te zetten. Alles op kleur en je ziet zo in de helft van de neus gaan we een kentering krijgen waardoor dat die donkerder wordt. Mocht deze neus aan de rechterzijde lichter zijn, dan gaat het een hele rare neus zijn, want dan gaat die precies naar jou toe komen in plaats van naar achter uitgeduwd worden. Als de neus gedaan is, dan gaan we eigenlijk de wang verder opvolgen. En op de wang zijn er een aantal zwarte punten als je op de referentiefoto kijkt. Dat is daar waar dat de snorharen ingeplant zijn. Bolletjes zoals deze hebben we in een vorige module leren spuiten. We werken de wang verder uit. We gaan de omranding doen naar boven toe. We gaan eveneens de omranding doen ten opzichte van het tandvlees en de tanden. Zodanig dat we voelen dat er vel voor zit. Aan de rechterzijde hebben we ook een stukje van de wang. Deze is een beetje donkerder omdat die aan de achtergrond zal verdwijnen. Omdat het een draaiende kop is. De aanzet tussen de wang en de rest van de mond werken we ook een klein beetje verder uit. En dan gaan we eigenlijk starten met de plooien die er zijn. Omdat deze leeuwin een beetje boos is. En die plooien die gaan we ook aanzetten. Voor eerst zetten we een verduidelijking aan het oog, een lijntje. En nu gaan we proberen deze plooien te spuiten. De plooi zorgt ervoor dat we het diepste van de plooi, waar geen of weinig licht komt, eerst spuiten. Daarna zullen we stilletjes aan richting het licht komen. Dus strak gaan we in de plooien aan de zijkant van deze lijn een soort degradé zetten. Als je één lijntje gezet hebt en je hebt aan weerszijde een plooitje, dan mag je gewoon iets breder spuiten over het midden van die lijn die je reeds gedaan hebt. We gaan eerst de contouren nog wat scherper zetten, zodanig dat we alle opgetrokken plooien in kaart gebracht hebben. Op de zwart-wit referentie zie je ook dat de buitenzijde van de leeuw donkerder is, dus ook daar aan de neus hebben we de aanzet ondertussen gemaakt. We werken ook verder de contour uit, dus heel de omlijning van onze leeuwin. En we gaan stilaan ook de leeuwin zelf op kleur zetten. Daarmee bedoel ik dat we het wit van het blad gaan spuiten, daar waar de vacht is. Nu gaan we de binnenzijde van de bek verder uitwerken, de tong. De tong is
achteraan donkerder dan vooraan. Ook de tong ligt bovenin en daardoor gaan we aan de achterzijde in de mond het donkerder hebben. De tong zelf gaan we nu ook inkleuren. Voorzie altijd dat ze niet volledig zwart is, want we gaan in een later stadium er nog kleur op zetten. Dus daar gaat nog rood op komen. Daar in het hoekje waar we nu bezig zijn, daar is eigenlijk een bocht en daar is de tong. Gaat de tong zelf gaat schaduw geven op het onderste gedeelte. Ook de dikte van de tong is die streep die we daar zien. Die dikte van die tong, die kan niet wit blijven, die gaat ook gekleurd moeten worden. Hetzelfde met de tanden strak, die gaan eveneens gekleurd moeten worden. Omdat een tand rond is, gaat die eigenlijk draaien en dan gaan we eigenlijk van donker naar licht naar donker gaan. Telkens ongeveer 1/3. We gaan even de kaak nog bijzetten, zodanig dat er een groter verschil komt of dat er meer een driedimensionale look komt. Mocht het je reeds lukken, dan mag je proberen bij de tandjes soms een streepje te zetten. Dit zijn hele fijne lijntjes en het kan zijn dat dit nog niet haalbaar is. Niet getreurd, laat het dan maar zo. Dit is maar bijkomende verfraaiing en hoort niet eigenlijk in deze basisoefening. We gaan opnieuw verdere uitwerking doen aan onze plooien. Die hebben we een beetje bijgezet en telkens gaan we een beetje meer op kleur zetten. Wat je nu ziet is een herhaling van al het vorige. Ik heb een beetje meer één druppeltje zwarte verf bijgedaan, zodanig dat ik nu een echte zwarte kleur heb. En ik ga een aantal zaken nu herinkleuren. Ik ben begonnen met de pupil en nu ben ik aan het uitwerken rondom het oog. Dit wordt nu veel zwarter en dit is de definitieve eindkleur. We gaan hetzelfde doen voor de bolletjes waar dat de snorharen uitkomen. We gaan de binnenzijde van onze kaken gaan verduisteren. En we gaan eveneens de aanzet met onze neus doen en daar waar dat we het nodig achten in de vacht. Kijkt u even mee. Film. Dit is wel een versnelde weergave, maar zo zie je dat die tijd kost en dat dat rustig opgebouwd wordt. Denk er steeds aan, elke keer je mijn pistool van rechts naar links of omgekeerd ziet bewegen, dan heeft mijn vinger eigenlijk gedaan startverf, stopverf, blijven bewegen, ik ben gedraaid, ik ben terug aan het bewegen, mijn verf ging aan, ik was nog steeds aan het bewegen, mijn verf gaat uit en ik blijf nog steeds even verder bewegen in dezelfde richting. Dus het is echt een automatisme bij mij geworden. Probeer eerst bij jullie van rechts naar links of van links naar rechts éénzelfde richting altijd aan te houden. Dit duurt iets langer, maar dan gaat je automatisme er veel sneller in zitten. We zijn van onze zwart-wit tekening, dan gaan we ons pistool uitkuisen en dan gaan we nu in kleur starten. We gaan 10 druppeltjes Hansa Yellow Medium pakken en 2 druppels Quinacridone Red. We mengen onze gele en rode verf in de kub door onze vinger vooraan te zetten en af te sluiten en dan lucht te geven en licht verf. De bubbeltjes, kijken dat ze niet te ver naar boven komen
Daarna gaan we op een kladblad eerst een beetje spuiten tot als we de definitieve kleur bereikt hebben. Want het is mogelijk dat we in het begin een beetje geel alleen hebben. Doe altijd steeds de lichtste kleur eerst in je pistool en dan de donkerdere kleur. Hoe gaan we deze kleuren nu spuiten? Net als op dezelfde manier als dat we de zwarte opbouw gedaan hebben. We gaan met deze kleur over onze donkerste zwarte tekening eerst heen. Dus in dit geval gaan we de opgetrokken velpartijen spuiten op de zwarte lijn. En we gaan ook lichter spuiten daar waar dat we met onze zwarte verf lichter gespoten hebben. Het is een transparante verf, dat wil zeggen dat deze oranje kleur het zwart niet zal wegdoen, maar het zwart een ander soort van tint zal geven. Het zal een vuiler zwart worden, het zal een zwart zijn waar dat eigenlijk een oker in verwerkt zit. We gaan dus heel de tekening eigenlijk op dezelfde snelheid tekenen of herspuiten zoals we dat voorheen gedaan hebben. Dit is dus een tweede keer dat we de volledige leeuwin gaan spuiten, stap voor stap. Alleen de vlakken waar dat we deze kleur niet nodig hebben natuurlijk, gaan we niet mee spuiten. Dus we gaan dit niet gebruiken binnenin de mond of de tanden of de pupil van het oog indien je een andere oogkleur wenst te nemen. Mocht je veel kleur spuiten waar je voorheen niet met zwarte verf hebt gedaan, dan ga je dit zien. Kijk, zo'n lijn die wordt dan fel oranje ten opzichte van normaal op een zwarte achtergrond dat deze een andere kleur zou hebben, dat kan je niet meer oplossen. Dit wil zeggen dat de ondergrond die je voorheen in zwart gespoten hebt, op die plek niet zo donker was. Dus je had dan een ander idee van wat je donker wou hebben en wat je licht wou hebben. Als je dit met je kleur voor hebt, of als je een leeuwin hebt strak met heel veel vlekken, dan is het teken dat je nog niet op dezelfde manier gespoten hebt. Oefening baart kunst. Dus herproberen en je gaat meer en meer in het ritme komen dat je exact weet wat je bij de vorige kleur gespoten hebt, zodanig dat je dit kan oplossen naar de toekomst toe. Als je tevreden bent over deze kleur, dan spuiten we nu de kuip leeg en dan gaan we deze niet kuisen, maar we gaan er 3 rode druppeltjes in doen. Want we gaan nu beginnen aan de tong. Doordat we ze niet gekuist hebben, deze kuip, gaat toch het rode kleurtje vanuit het potje iets veranderd zijn. We beginnen van achteraan in de mond en we gaan dus het zwart daar ook rood spuiten. Naarmate we de eerste kleur hebben, zie je dat dit nog een tamelijk warm oranje is. Dus de kuip was bijna leeggespoten met alle verf erin. En we gaan ook de neus reeds een kleine tint geven. Daarna willen we deze kleur kouder maken. Dus wat gaan we doen? We gaan nog eens een beetje rood bijdoen. En dan gaan we terug het gevoel krijgen van het quinacridon red. Wat dat eigenlijk een kouder rode kleur is. Na de tong geven we ook zijn neus een donkerdere kleur met dit rood, vooral in de donkere schaduwpartijen waar dat we in het begin zwart-zwart gespoten hebben. Toen ik initieel met de zwarte kleur bezig was, ben ik een aantal zaken vergeten. Ik ben de rechteronderkant vergeten donker te zetten, dus dat heb ik nu gedaan. Ik heb opnieuw zwarte verf in mijn pistool gedaan. 5 druppels water, 1 druppeltje zwart. Ik ga ook een klein beetje de andere zijdes die dat ik nog vergeten ben verder aanwerken. Het is daarom ook heel belangrijk om bij de start, als je je zwart beëindigt, om toch nog eens goed na te kijken ten opzichte van je voorbeeld of alles oké is. Is dit niet het geval, dan moet je spijtig genoeg opnieuw je pistool kuisen zoals ik nu. En dan moet je daarna terugkomen met dezelfde stappen zoals we al gedaan hebben. Wat ik nu doe is, ik heb witte verf genomen. Dit is een fout, maar ik wil het even tonen om straks toch concreet te kunnen aantonen waarom je wit als laatste verf moet gebruiken en niet nu reeds in het verhaal. De techniek is dezelfde. Ik ga eerst de techniek uitleggen. We zetten een wit bolletje in de pupil, zodanig dat deze mee opvalt.
We gaan ook de lichte delen accentueren. De lichte delen zijn hier het midden van de tanden. Mocht je punt vuil zijn, want wit is een kleur die snel aanlaat of snel droogt aan het naaldpunt, dan moet je dus heel regelmatig met een natte kwast het puntje terug proper maken. In de vaktermen noemt dit tipdraaiing. Dus we gaan eveneens aan de ondertanden een kleine suggestie geven, zodanig dat dit meer opvalt. Ook kan je zo, mocht je mispoten hebben, dat je tanden rood zien bijvoorbeeld, of dat je tanden zwart zien, zo kun je een accentje inleggen. Weet wel, doe niet heel je tand wit, want in het echt is dit ook niet zo. Tanden zijn niet wit. Er zijn alleen enkele accenten die wit zijn. Daarna gaan we met onze witte verf de snorharen doen. Weet dat het soms moeilijk is met witte verf om te spuiten, dus het kan zijn dat je twee keer over dezelfde lijn moet gaan. Mocht dit je storen, dan moet je zeker naar het punt van je naald opnieuw kijken, zodat je geen tipdraai hebt. Snorharen lopen niet allemaal op dezelfde manier. Hier zie je dat de mond open is en zullen er ook snorharen richting de bovenzijde lopen. Het is altijd interessant om dit te vergelijken met je voorbeeld dat je hebt, maar je kan hier ook uit vrije wil een aantal haren trekken als oefening. Nu zie je waar de fout is. Ik heb een witte achtergrond en ik ga witte snorharen zetten. Je kan deze niet zien. Ofwel zou ik nu met zwarte snorharen moeten werken, ofwel moet ik de achtergrond inkleuren. Een lichte achtergrond vraagt dus andere aandacht als een donkere achtergrond. Daarom een belangrijke tussenstap is: zet eerst je achtergrond voordat je met je eindkleur de witte verf komt. Nu gaan we, nadat we de achtergrond gedaan hebben, opnieuw ons pistool moeten uitkuisen en daarna met witte verf de laatste finishing touch doen. De kleur die je kiest voor je achtergrond mag je vrij kiezen. Zolang dat je maar geen zuivere kleur neemt die je uit een potje hebt. Probeer steeds een aantal kleuren te combineren. Hier heb ik een combinatie gedaan van veel geel met een weinig rood. Dit geeft een oranjeachtige achtergrond. Dit is belangrijk, zo kan je nog eens oefenen om de kleuren te mengen in het pistool. Let er wel voor op dat je steeds de kleur met het minste pigment, met andere woorden de lichtste kleur, het eerst in je verfcube doet en daarna de andere kleur voor te mengen. Het aanbrengen van deze kleur doe je op dezelfde manier zoals we gezien hebben in de module van de alien. Je kan van iets korterbij tegen de leeuwin haar kop spuiten. Zie wel dat je niet in haar vacht spuit, want een rode vacht gaat niet correct zijn. En dan probeer je op te bouwen vanaf 2 vingers naar 4 vingers. Ik stel voor van niet tot 8 vingers te gaan, maar dat je op basis van 4 of 5 vingers stilletjes naar boven naar de rand van je blad toe werkt. Dan heb je minder spuitnevel, minder verloren verf en ook minder kans dat je in je leeuwin gaat spuiten. Zo, we hebben opnieuw ons pistool gekuist en we hebben er opnieuw witte verf in gedaan. Dus nu kunnen we nog de snorharen zetten die langs de rechterzijde van onze leeuwin moeten komen. Je ziet enorm veel werk, want twee keer ons pistool volledig moeten poetsen. Daarom is het belangrijk dat je de juiste planning opstelt in je hoofd van welke kleur eerst en welke stap ga ik nemen voor ik naar de volgende ga. We gaan dat ook bespreken vanaf nu in de volgende modules. Zo, ik hoop dat je samen met mij de leeuw hebt kunnen maken. We hebben deze op A4 gemaakt. Met de bedoeling dat we eerst klein beginnen en daarna op een grotere taille gaan, om dan terug kleiner te gaan, is om zo snel mogelijk het automatisme samen erin te krijgen. Het is even doorduwen en je bent heel goed op weg. Het gaat heel knap worden, het resultaat. En eens dat de techniek erin zit, is het voor altijd. Dan rest er ons nog samen de leerpunten van deze module nog eens te overlopen. Wat belangrijk voor jou is, is analyseer eerst je foto. Verdun je verf voldoende als je met zwarte verf begint, een basis van 5 water ten opzichte van 1 druppel zwart. Schilder van de donkere delen naar de lichtere delen, maar schilder niet donker in één keer. Dus vele laagjes zijn noodzakelijk voor een mooi en goed kleurenverloop.
Ten vijfde, check steeds je referentie met je werkstuk, voordat je gaat overschakelen naar kleuren. Want mocht je een aantal zaken vergeten zijn, zoals ik je voorbeeld heb gegeven, dan moet je steeds je pistool opnieuw kuisen om terug zwarte verf in te doen. In een zesde stap, doe de lichtste kleur eerst in je verfcup en dan een donkere. Geel is lichter dan rood, rood is lichter dan blauw. Werk op dezelfde manier als de zwarte kleur. Begin vanuit de donkere kleur te spuiten naar de lichte. Die duurt dus even lang om te schilderen. Als je hevige kleurvlekken hebt, wil dat zeggen dat je niet zo zwart was met je ondertekening en dat daardoor de werkelijke kleur veel meer aanwezig is. Schilder als voorlaatste je achtergrond, want uw laatste kleur is wit. Voor wit moet heel je pistool zeer goed gepoetst zijn, anders ga je nooit geen zuiver witte kleur hebben. Zorg dat dit dan ook de laatste keer is dat je je pistool moet poetsen met wit. Mocht je iets vergeten zijn natuurlijk, zal je moeten herbeginnen naar een andere stap terug en zo opbouwen tot als je terug aan 9 bent. Ik hoop dat je deze module leuk vond. We hebben samen nu de leeuwin gespoten. Je bent al een hele stap op weg. We zijn het automatisme verder aan het uitbreiden. Je bent nu aan het komen dat de start-stoppen beter beginnen te gaan. Of alleszins dat je weet waarom dat de startfout is of de stopfout is. Dus dat zijn de werkpunten mocht je deze hebben om verder op door te werken. Tot in een volgende module. Dag.